Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zal het werk van zijn ministerie decentraliseren. De minister vindt dat kleine projecten makkelijker kunnen worden uitgevoerd via de districtscommissariaten die onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling vallen. Normalitair werken beide ministeries samen als het aankomt op kleine infrastructurele projecten. Deze reorganisatie zal de minister de ruimte bieden om zich bezig te houden met grotere projecten. Kijk, bij de districten is de situatie anders. Op dit moment zijn we bezig met een reorganisatie van alle districten. We gaan de nieuwe coördinatoren instellen die het beleid moeten gaan uitvoeren. Dat is de eerste fase waarmee ik nu bezig ben. U hebt het al gezien in bepaalde districten. Elke dag ben ik met een district bezig. Tweede ding is, ik sluit de overeenkomst met de DC's. Dat we de middelen, het personeel en de mogelijkheden gezamenlijk gaan inzetten. Want je weet, het werk van een DC, van OW en FARO is een beetje hetzelfde. De bewindsman wijst er ook op dat samenwerken veel efficiënter is en tegelijkertijd ook bezuinigend werkt op het overheidsbudget. Dus in corona is de eerste overeenkomst getekend met de DC, waar het gaat moeten gebeuren, en dagelijks zijn we in contact. En dat model wil ik in de districten ook gaan gebruiken. Kijk, we moeten niet voor wisje wasje bellen naar het hoofdkantoor, dat wil ik niet meer doen. De districten moeten met de mogelijkheden die we daar hebben, de machines, etc., proberen infrastructurele zaken op te pakken. Dat is één. Tweede ding is, wat grote werken betreft, zitten we een beetje gebonden. Vele van die projecten zijn een beetje on hold. En dat zijn projecten die landelijk zijn. Van Marowijne tot Nikeri, tot Brokopondo hebben we projecten die een beetje on hold zijn. Dus we gaan een beetje meer zitten verlopen op onderhoud van infrastructuur, maar voorlopig grote ontwikkeling gaan we dit jaar niet zien. Minister van Openbare Werken Riyad Noor Mohammed over het decentraliseren van de werkzaamheden van zijn ministerie op districtsniveau.